Ja, Kenny, hier in Valencia. De selectie gaat zo trainen, alleen jij niet geblesseerd. Wat is er aan de hand? Ik heb tegen Feyenoord heb ik een verrekking aan overbelasting overgehouden in duel met Feyenoord. En na behandeling in de vakantie dacht ik hersteld te zijn, maar uiteindelijk had ik wel telkens een stijve reactie. En vrijdag ook na de training. En toen ik hier na het reizen kwam en wat sprintwerk deed, voelde ik hem weer opkomen en was ik weer even ver als 2 weken geleden. Een stijve reactie, laten we duidelijk zijn, het gaat over je hamstring, hè? Ja, uiteraard, het gaat over mijn hamstring, ja. Dat klinkt een beetje raar. Ja, klopt, nee, maar het gaat over de blessure en dan ga ik niet iets anders opnoemen. Wat zijn de consequenties voor jou? De consequenties, dat ik hier nu een apart programma afwerk. En dat ik niet wat ik graag wil met de groep mee kan trainen. Ben jij die eerste wedstrijd na de winterstop tegen PEC Zwolle inzetbaar, denk je? We lopen voor op schema. Of tenminste, laat ik zo zeggen, we lopen gelijk op schema. En ik kan niet gaan roepen of ik het gaat halen of niet. Maar ik hoop wel dat ik vanaf volgende week maandag gewoon mee kan trainen. Aansluiten bij de groep, maar het blijft dus onzeker of je die wedstrijd haalt. Ja, ik moet nu nog wat testen gaan doen en dan kan ik meer zeggen of ik het ga halen of niet. De eerste seizoen zelf, misschien niet zo succesvol voor NAC, maar voor jou wel, want je hebt zelf in de basis gespeeld. Dat is een flinke streep door je rekening dan, denk ik, deze blessure opnieuw. Ja, elke keer een blessure is altijd een streep door je rekening. Ik was wel voor mijn gevoel wel goed bezig. En nu komt dat dus op een vervelend moment, ook omdat dat je nu de belangrijkste week zeg maar moet missen. Ik zie ook weer steeds meer baard groeien bij jou. Heeft het ook weer met die blessure te maken? Nee. Dit is als ik een week niet scheer, dan sta ik er zo voor. Dus, daar geen zorgen over. Zo lang wordt hij niet meer. Nou ja, van mij mag je doen wat je wil, maar dat verhaal van die baard, dat is ook een beetje apart. Hè? Want die zou je dan hebben moeten afscheren van Erik Helmons, hè? Toen nog de hoofdtrainer. Het verhaal ligt anders, geloof ik. Hè? Nee, hij maakte wel telkens opmerkingen erover, maar dat was meer als de grap. Ik heb met mijn ouders gesproken en mijn ouders, vooral mijn moeder, die vond het niet goed. Dus dat is meer de reden waardoor ik hem eraf heb gehaald. En als ik zou spelen, dat bevestigde dat helemaal. En zo is het gegaan. En de media maakt het groter dan dat het is. En het gaat nu, is de laatste tijd alleen maar over mijn baard gegaan. En dat is gewoon jammer. Ja, ik wou net zeggen, want die baard is je wel een beetje gaan achtervolgen. Ja, elke keer als ik nu al een stoppelbaardje heb iets groter dan een stoppelbaardje, dan gaat het verhaal weer van laat je baard weer staan. Ja, ik trapte er ook weer in. Ik zal het niet meer doen. De eerste seizoenhelft van NAC, niet erg succesvol. Wat moet er in jouw ogen veranderen, zeg maar, dat het straks na die winterstop beter gaat en dat NAC voor de Eredivisie behoud blijft? Ik denk dat we gewoon alles moeten geven elke wedstrijd en dat we voor elkaar moeten vechten. Ja, maar dat riepen jullie in de eerste competitiehelft ook. Oké, maar dat hebben we wel gedaan, maar zoals je ziet is dat niet elke wedstrijd gebeurd. Maar moeten er ook spelers bij in jouw ogen? Ja, ik denk wel dat er nog wat spelers bij komen. Wat erbij moet, dat is niet aan mij. Er moet wel een spits bij, dat is wel duidelijk. Wat er verder bij komt, dat is maar afwachten. Ja, en Koch wordt genoemd, hè, van PSV en die speelt wel op jouw plek achterin centraal. Klopt, Kees speelt ook centraal. Dus ik wacht nu af met wie ik de concurrentie aan moet gaan. Maar volgens mij ben je daar niet bang voor, want zo was het aan het begin van het seizoen ook. Ja, zoals je zegt, elke keer komen de concurrenten en dan moet je toch weer opnieuw de strijd beginnen. En ik loop niet weg voor een concurrent.